B, C, D, e, F, G. Letters spelen al van kind af aan een grote rol in het leven van Tom den Boon. Taal is eigenlijk het belangrijkste uh, in de samenleving. Dat is wat de mensen bindt. In de 19e eeuw zeiden ze, uh, de taal is gans het volk. En dat zeggen we tegenwoordig iets moderner. Maar we zeggen nog wel steeds dat de taal de verbindende factor is binnen een natie of in ieder geval binnen een groep mensen. De eerste versie van de Dikke Vandalen wordt eind 19e eeuw gemaakt door de neven Kalisch en Kalisch. Een beetje op een ongelukkig moment. In 1864 verscheen die en in 1863 werd de nieuwe spelling, de spelling De Vrieste Winkel, gepubliceerd. En eigenlijk was het dus een beetje een marketingmisser. Het woordenboek werd uitgegeven hier in Tiel uh, door uh, uitgever Campagne, Maar die is er heel snel uh, wilden die ervan af. Het woordenboek wordt verkocht aan een andere uitgeverij en daarna wordt het herzien en verbeterd door schoolmeester Johan Hendrik van Dalen. Het was echt een didacticus, iemand die het volk wilde opvoeden. Dat zag je natuurlijk ook in die tijd, er waren veel van dat soort mensen die wilden het volk verheffen. Maar taal is springlevend, dus waarschijnlijk zou de oude meneer van Dalen weinig meer herkennen in de huidige uitgaven van zijn woordenboek. Zo staan er inmiddels behoorlijk wat Engelse woorden in. Maar het leuke is dat wij uh, die Engelse woorden vaak ook meteen weer uh, aanpassen aan het Nederlandse systeem. Hè? To download, wordt downloaden en ik download, jij download, ik heb gedownload. Dus zo'n werkwoord wordt heel, meteen weer op zijn Nederlands vervoegd. Volgens Ten Boon gaat dit 150-jarig bestaan verder dan alleen de verjaardag van de dikke vandalen. Het is ook het bewijs dat onze taal, ondanks invloeden van buitenaf, nog vier overeind staat. En om dat te vieren komen er vanavond in Den Haag gasten bijeen die, net als hij, echt houden van onze taal. Zoals Vincent Bijlo en Hans Dorrestein. En vanavond dus een flinke party. Of zegt u liever feest? Nou, ik geef nog de voorkeur aan feest.